Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag neem ik mijn video op in mijn pyjama. De vorige keer zei iemand in de comments dat er iets mis was met mijn headsetdraad. Fixed it. Maar we gaan gewoon verder waar we zijn gebleven. Het is in de morgen, want ik heb mijn pyjama nog aan. En het is eigenlijk best veel moeite om kleren aan te doen. Dan moet je zo helemaal naar de badkamer gaan en zo kleren zoeken. Nee, dat is veel moeite. Ja, ik ga hier niet door. Ik spring er wel terug op. Want ik heb het gevoel als ik er door ga, dat ik dan geraped ga worden. Nu, ik weet dan waar ik toe moet en Oswald is daar, dus ik ga gewoon heel snel lopen. Dag Oswald. Ik weet niet wat... Hier is Oswald. Oeps, er was iets te laat geroepen. Loop jongen, loop. Nee, maar waarom moet hij die deur ook zo rustig open? Oké, nu weet ik waar Oswald is. Dat was iets te hard geschoten. Hey! Battery! Where I am now? Ah, nog zo'n andere deur. Is hier nog iets leuk te zien? Nog iets leuk? Een batterie, ik ga niet te langer onthangen, want anders... You know what time it is. I need to take a shit! Oké, dat deed ik. Ik kan nu wel deze deurtje. Maar wat voor haar laadscherm was dat? Waar de fuck ben ik nu zelfs? Ben ik buiten? Wacht. Als dit de enige weg naar buiten is, dan weet Oswald niet hoe hij buiten moet geraken. Want je moet buiten geraken door zo'n deur. Maar hij weet niet hoe zijn deur moet geraken. Hoe hij zo'n deur moet gebruiken. Dus, misschien gaan we Oswald niet meer zien. Dus hij... Oh boy, nee, dat is niet leuk. Echt, dat is vies. Oh. Nee, deze vind ik echt niet grappig eigenlijk. Ik ga hier wat onder zitten. Oh, hallo. Die had hetzelfde plan als mij, denk ik. Oei, dat is niet goed. Ja, er is eigenlijk één manier hoe we dit snel kunnen oplossen. If you know what I mean. If you fucking know what I mean. Oh, jee. Oh my god, deze is zo verschrikkelijk, hè. What the hell was dat? What the fuck? Ik ga niet in bloed stappen. Het voelt me blote voeten, man. Dat is toch niet proper, joh. Amai, ik was mijn tyfus verschoten. Jesus. Oh wow, iemand zit daar op stelsel, ligt daar. Natuurlijk, dat is normaal, nou het luist. Dat gebeurt wel eens af en toe dat er een darmstelsel aan de plafond hangt. Dag jongens. Ga maar lekker naar daar. Nu weet ik wel naar waar ik moet, dankjewel boys. Ah, hey. Nice. Oh, okselkrabben, jeu. Ander oksel ook, jeu. Maar ik had echt serieus, ik heb mijn oksel los voor de aflevering al. De vorige aflevering had best veel support eigenlijk als ik een video upload. Voor een let's play video dan, nou ja, dat heeft 10 likes, dus... Dat zou eigenlijk wel leuk zijn als ik nooit 10 likes zou halen. Want helaas gebeurt dat niet altijd. Oh, ik zit hier niet in. Oh nee, jongen. Oh, dat gebeurt echt zo vaak. De andere manneke, die deed die deur tenminste zo bam, zo fucking heb. Oh, een radio. Oh. Ja, ik wil niks zeggen, hè. Maar misschien moet hij eens proberen bellen naar iemand, hè. Nee, zo slim is hem niet. Zo fucking slim is hem niet. Oh, wat? Hey, what are you doing? Huh? Wat? Is er nu weer iemand zijn hoofd aan het basketballen? Nee, dat is echt hilarisch. Allee, niet hilarisch, maar... Allee, doe. Man, ik ben aan het wachten. Waarom druk? Wat? Maar hoe komt je er zelfs op om iemand te laten basketballen met mijn hoofd? Allee. Dat snap ik dus echt niet van die makers. Wat voor een zieke... Oh, what the fuck. Het kut is, het is mist, dus je kunt geen ene tyfus zien. En we doen dat deurtje hier eens rustig dicht.
En hopelijk komt er hier een Oswald. En doet deze deur op. Ah ja, en wat er een lijk voor ligt, kunt je die deur natuurlijk niet open doen, want dat is heel logisch. Oh wow, ik zit niet vast. Hey. Ah, ik kan hierdoor ga ik niet doen, dat ziet er niet veilig uit. Oh boy, dat is vies. Hallo, hoe gaat die? Alles goed, man. Maar hoe kun je zelfs zo doodgaan? Dat is nou. Oh wow, dacht daar een geweer lag. Oké. Okay. Ah, wauw. Die ziet er eigenlijk nog redelijk normaal uit. De meeste is de helft van hun hoofd weg of zo. Ik moet elk vrij dringend plassen. Niet omdat ik bang ben, maar ik moet echt gewoon plassen. Wat is hier te zien? Is deze een dolf of zo? Oh ja, joi. Ah, nee. Oké, niks de dolf dan maar. We weten allebei dat het geen slim plan is om hierin te gaan. Want ik ga fucking hard geraped worden. Dus daarom ga ik maar naar hier. Omdat hier een batterie ligt. Ik wist gewoon dat hier een batterie lag. Ik voel het aan mijn aars. Ik weet niet omdat ik het aan mijn aars voel, maar ik voel het aan mijn aars. Oké, wacht. Ik moet echt heel fucking dringend plassen. Oké, ik ben terug. Plaspauze, dat moet ook gebeuren. What the fuck is dit? Het is zo'n oude Parijse dingen of zo. Ik heb echt nog veel. 5 batteries, what the fuck? Hoe hard ga ik? Hallo. Ah, hey. Ah, ik mag al terug omhoog zijn, hè. Oh man, ik kan echt niet tegen hoe taai dat je die trap gaat. Het enige goede aan saving in dit spel is dat je spel wordt opgeslagen. Dat is het enige goede. En niet omdat je voorbij een bos zit, nee. He looks nervous. I would like to kill him. Papa broeders! Wacht, van waar kom ik? Papa broeders. Fuck. Dat is niet goed. Ah oh ja, deze deur kan natuurlijk ook niet open doen. Ik weet niet waar de andere papa broeder is. Was deze deur er net al open? Nee. Hey. At least I tried. Kan ik hierin? Ja. Oh my god, papa broeders, dat is niet goed. Dus dan kan. Nee, nee, niet aan denken. Nee, Sibir gaat niet terugkomen. Nee, nee. Hello, boys. Dag jongens, hoe gaat ie? What the fuck? Oh wow. Dat was vrij. Wat? Oh, basketten. Daar kunnen de papa broeders niet door. Oh, Chats and skins are fuck off. Uh-oh. Echt zot. En zat. Amai, oké, dat was op nippertje. Oh man. Ik voel me. Dat is fucking weird. Ah. Boekje. Alleen maar boekje. Ja, ik hoor al iemand. Oh my god, please.
Ik loop mee, man. En waar loopt je? Oh wow. Goh, die zal van niks aan het weglopen zijn, zeker? Nee, nee. Die was gewoon zot. Die was van niks aan het weglopen. Nee, nee, nee. Waarom zou die dat doen? Geen idee. Nee, nee. Oké, weet allemaal dat ik een fuck ben. Klinkt raar, maar hoe hoger dat we gaan, hoe veiliger ik me eigenlijk wel voel. Billy understood. Yeah. They've always been here. Ah, oké. Wil jij meekomen? Je ziet er al vriendelijk uit eigenlijk. Oké. Nee, toch niet. Oh, wauw. Ik blijf hier al... Oh wow. Wacht. Oh. Maar ik was helemaal gedesoriënteerd. Die is al even rustig terug dicht en we zitten terug binnen, boys. We zitten terug binnen, jammer genoeg. Want ik vond het eigenlijk best wel leuk buiten. Omdat dat echt wel niet zo super eng was eigenlijk. Met voor een batterie aan het zoeken. Ah, is deze radio? De laatste keer dat ik zo met zo'n geluidje stond, dan kwam Siebre. Ah, het zal deze keer niet zijn, hoop ik. Oh, dat is geen Siebre. Maar what the fuck, gast? Auw, echt iedereen komt... Whalen Park, you couldn't just... couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Oh nee. Oh nee. Do me a favor and die here, Park. We weten allebei wie dat was. Siebre! Fucking loop, fucking loop. Oh, fucking zak. Oh. Iedereen komt terug in deze aflevering. Oh my fucking god. Attention workout personnel. An emergency evacuation is in process. Yeah. Please proceed here. Oh, fies erop. Patients who are restrained are advised to remain calmly in their room until help arrives. Thank you for your cooperation. Oh wow. Oh, ik weet waar wij zijn. Hier was ik ook in de tweede aflevering van mijn eerste Outlast playthrough. Another poor soul. Don't be afraid, you're doing his work. Wacht. Father Martin! Iedereen komt terug. En hier was ik ook in ge... Oh, deze zijn echt zware memories. Hier niks heb gemist. Qua batteries. Oh my god. The doctor told me that the future caveman, our technology, he would think it was magic. That if he showed modern and magic, he would think it was technology. We had faith in all the wrong things. Okay, that's vrij
erg. We zijn redelijk makkelijk van Cybra afgekomen. Iets te makkelijk. De vorige keer kwam ik... In de eerste outlast kwam ik daaruit. Zie, die streep hangt er zelfs nog. Oh boy. Ah, juist. Ik weet al. Ja, deze kamer... Ja. Een boekje. Ah, hij weer. You lying motherfuckers, fuck you. Dat is gesproken, vriend. Oh, misschien moeten we naar onze vriend gaan van de tweede aflevering van Outlast. Die was hier ergens. Oh god, one of them's coming. It's not even human anymore. Lock it, shut it in. Oh wow. Maar er lijkt nog veel mensen een leven, zeg maar. Zeg maar. Oh, maar mijn vriend was hier vorige keer, maar mijn vriend is er niet meer. Oh, dat sukt wel. Vriend? Ah. Oh my god, dat is echt wel heel cool eigenlijk. Ja, en die... Oh. Zoveel... Oh. Hier kon ik niet in de vorige keer. Had ik die niet allemaal unlocked? Oh, zit in mijn rug, joh. Die zit in mijn rug. Ik was op hem aan het wachten. Ik dacht, joh, die komt maar niet. Is hij eigenlijk... Oh, zie je in de scheid. My rip all users. Oh. Oh. Holy fuck. Nou, dit is dan weer een nieuw deeltje. Oké, ik denk dat het wel genoeg is geweest voor deze aflevering. Cyber is te dik om door het raam te komen. Er is echt fucking veel gebeurd in deze aflevering. Ook best veel leuk, want er zijn veel memories teruggekomen van Cyber. En ja, dan ga ik het gewoon afsluiten voor deze aflevering. Ik vond deze aflevering echt leuk om op te nemen eigenlijk, echt waar. Dus vond deze video leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer, ik zie u de volgende keer. En de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.